Superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Madeline en vandaag gaan we de rest van de origami die ik nog heb vouwen. En dat zijn allemaal draakjes en honden en van alles wat. Zo ziet het eruit. En er zitten ook nog stickers bij die we erop kunnen plakken om de dieren hoortjes te geven. Uitleg over hoe we het moeten vouwen. Kijk, en dan weer de papiertjes die al vouwlijnen hebben. Dus op zich is het best wel makkelijk. En ik ga jullie gewoon meenemen in het proces. Dit zijn de eerste die we nog moeten gaan vouwen. Oké, en deze heb ik al een keer eerder gemaakt. Dus daarvoor hoef ik niet te kijken. Kan ik gewoon in één keer zo aan jullie laten zien. Je kan het natuurlijk ook gewoon met normaal papier doen en dan de oogjes en zo erop tekenen. Maar eventueel kun je dit setje ook gewoon ergens in de winkel kopen. Goed, je vouwt de driehoekjes naar elkaar toe. Dan vouw je deze puntjes ook weer naar die kant toe. En dan hier aan de achterkant vouw je deze zo om. En dan heb je zo een diertje. En dat ga ik nu ook even bij de rest doen. Dan heb ik hier nog één blad van een ander ontwerp van hoe je ze moet vouwen. Dus daarom ga ik jullie ook gezellig meenemen. We beginnen weer met het naar elkaar toevouwen van de puntjes. En dan gaat dit mondje hier zo overheen, zodat het echt een mondje wordt. En vervolgens slaan we de oortjes weer om. En dan heb je zo dus een mondje. Goed, dan zijn we weer bij het laatste ontwerp van hoe we de dingen kunnen vouwen helaas. En ook bij deze beginnen we weer met het dubbelvouwen van het vierkant, zodat je een driehoek krijgt. Dan vouwen we de grote driehoeken hier om, zodat je zo'n soort figuurtje krijgt. Dan sla je overal de driehoekjes om. Vervolgens pak je de oortjes en sla je deze ook weer om, zodat je zoiets krijgt. En vervolgens sla je dit neusje om naar de voorkant, zodat het een soort van kat is als je hem goed hebt gevouwen. Dit is de meest ingewikkelde tot nu toe. Ja, en kijk, weet je, hiervan zou ik er nog 6 hebben. Maar heb ik zin om die 6 te maken? Nee. Dus we gaan gelijk door met het beplakken van alles met stickers. Als je deze video leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. Want ik vond het wel leuk om deze te maken. Maar het is ingewikkeld en al helemaal voor kinderen. Want dit is gemaakt voor kinderen. Abonneer je op mijn kanaal voor meer video's. Druk ook meteen op het belletje naast de abonneerknop. Zodat je nooit meer melding van mij hoeft te missen wanneer ik een nieuwe video upload. Laat in de comments weten wat voor jullie zelf meer zien in mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en tot bij de volgende video. Doei doei!